mijn naam is Jeffrey Hinnen. Ik ben in dagelijks leven afdelingshoofd Financiën en Administratie bij Witteveen en Bosch. Maar ik zit hier als nieuwe voorzitter van de stichting Samen voor een Ander. En dat is de stichting die de Twentse Lente Festival gaat organiseren. Stichting Samen voor een Ander, dat is een stichting die 18 jaar geleden is opgezet vanuit de serviceclubs in Almelo. En die uiteindelijk als doelstelling had om een feest voor de stad Almelo te organiseren en daarbij geld binnen te halen voor het goede doel. Wat mensen kunnen gaan verwachten die gaan komen, is dat we hele verrassende acts gaan programmeren op verrassende locaties in het centrum. En daar waar in het verleden de programmering plaatsvond op de pleinen in Almelo, kan men nu verwachten dat in het centrumgebied van Almelo op diverse plekken verrassende optredens plaatsvinden. Dat kan zijn dans, dat kan magie zijn, dat kan cabaret zijn, maar dat kan ook met name heel veel muziek zijn van verschillende genres. En dat moet het nieuwe festival de Twentse Lente karakteriseren. De ambitie van de Twentse Lente is dat het een festival wordt wat groter is dan alleen Almelo. Maar voor Almelo zit de toegevoegde waarde met name in dat het centrum van Almelo het podium is voor het festival. Daarmee komt Almelo extra op de kaart. Nou, de polsbandjes die gaan niet duurder worden. Hè. Daar waar we vorig jaar nog 10 euro in de voorverkoop en 12,5 aan de kassa moesten betalen, is een polsbandje nu in de voorverkoop 7,5 euro en aan de kassa betaal je nog 10 euro. Je vraagt aan mij wat de aanleiding is om over te gaan van de Nacht van Almelo naar de Twentse Lente. Sinds 1 juli ben ik voorzitter geworden. Nou, dan kijk je altijd terug van wat zijn nou de succesfactoren van het verleden geweest. En wat willen we bereiken in de komende jaren. Nou, als we dan kijken dat het steeds lastiger lijkt om je drie doelstellingen die we kennen. Hè, namelijk een feest voor de stad Almelo te organiseren. Geld bij elkaar halen voor het goede doel. En samenwerking tussen de serviceclubs. Te realiseren. En dan lijkt het steeds lastiger om met name ook het geld voor het goede doel bij elkaar te krijgen. Nou, om te voorkomen dat we de reserves van de stichting moeten aanspreken, hebben we besloten om het roer om te gooien. Het Twentse Lente Festival over 5 jaar heeft ambitie om een meerdaagse evenement te kunnen worden. Hè, waar nog steeds het centrum van Almelo het podium is. Maar waarin we het hele weekend verrassende optredens op verrassende plekken kunnen laten plaatsvinden. En wellicht dat we het tot iets heel moois voor de hele regio kunnen laten uitgroeien.